Welkom in de Dorpskerk bij een nieuwe serie Bijbelgesprekken met Heemskerkers, waarin ik in gesprek ga met een Heemskerker, iemand die een bepaalde rol speelt in het dorp. Het gaat over drijfveren, het gaat over inspiratie. En we hebben het over een Bijbeltekst met de vraag, en dat is het experiment, of nu die oude tekst, dat oude verhaal en het leven hier en nu iets met elkaar te maken hebben. Of de oude tekst iets te zeggen heeft in het hier en nu. Goed dat je kijkt. Heemskerker van dienst is een Heemskerkse vandaag, Esther Duineveld. Heel welkom in de Dorpskerk. Dankjewel. Ja, wie ben je? Dat is nooit zo zomaar even in een paar zinnen samen te vatten. Maar wie is Esther Duineveld? Ik ben 21 jaar getrouwd met René. Ik ben moeder van 3 kinderen. En daarnaast ben ik de oprichter van Stichting Goed voor Elkaar. Dagbestedingplek voor mensen met een verstandelijke beperking. En een winkeltje en een lunchroom. Hoe is dat zo gegroeid tot wat het nu is? Dat is 9 jaar geleden met een idee eigenlijk begonnen. Ik werkte naast mijn werk als doktersassistente, werkte ik op oproepbasis binnen de dagbesteding. Ja. En ik runde toen met mijn vriendin samen een tweedehands kledingwinkeltje. En ik ben gaan schrijven, een ondernemersplan gaan schrijven om die twee passies te gaan combineren. Dus ja. En een winkeltje en met de doelgroep, dus met mensen met een beperking, mm-hmm. te gaan werken. Wat was als het ware de filosofie van het werk met de mensen met wie je werkt? Binnen de dagbesteding waar ik werkte had ik het idee van, er kan meer. En waarom niet gewoon midden in de maatschappij, waarom mm-hmm. allemaal achter gesloten deuren? Dus daar ben ik een beetje naar gaan zoeken van, waar zit de kwaliteit, wat kunnen ze doen? Maar ook vanaf de andere kant van Heemskerk kan ook best wel wat leren van deze doelgroep. Dus ik wil eigenlijk daar een leuke combinatie in zoeken. En u zei net, dat zette me wel aan het denken, dat jouw idee was dat Heemskerk ook wel wat kan leren van juist ook deze mensen. Best veel eigenlijk. Net zoals iedereen eigenlijk. Kunnen we altijd van elkaar leren. Maar dan moet je daar wel dat podium voor krijgen. En deze mensen hebben dan een beschermd podium nodig. En dat wilde ik ze graag bieden. Ja, ja. En hoe is deze tijd voor jullie? Dus deze tijd waarin we nu leven, waarin alles dicht is, alles op slot, alle deuren dicht. Hoe beleven jullie dat? Zoals eigenlijk voor iedereen is het een lastige periode. Voor ons is het nog wel redelijk te beredeneren natuurlijk, wat niet kan en wat niet kan. Voor deze doelgroep is dat wat lastiger. Het is ook een vrij complexe wereld al, zeker voor mensen met autisme, die erg gehecht zijn aan regels en structuur. Dat verandert nu steeds en dat maakt het heel lastig. Het is elke keer natuurlijk weer andere maatregelen. Dan mag je weer een stukje open, dan moet je weer dicht. En afstand, terwijl ze echt deze doelgroep ook graag behoefte heeft aan een knuffel. Dus dat is steeds zoeken naar de mogelijkheden. Ja. De dagbesteding is op dit moment wel open. Mm-hmm. Vanaf januari mocht die open blijven. Dat doen we in een hele beschermde omgeving, dus met een klein groepje, zodat we afstand kunnen garanderen. En nu mogen dan natuurlijk de winkels weer een beetje open. Mm-hmm. Wij hebben er bewust voor gekozen om dat gescheiden te houden, om die dagbesteding veilig te houden. Ja. Dus zo ben je continu aan het afwegen, wat kan wel, wat kan niet. Ja, zeker. Ja. Nu doe jij dus dit werk, gewoon hier in Heemskerk. Maar je bent ook betrokken bij werk voor vluchtelingen in Griekenland en in Syrië. Bij 2 verschillende stichtingen. In Griekenland bij Stichting Happy Caravan. Dat is een schooltje op het vluchtelingenkamp op het vasteland van Griekenland. En daar bieden we onderwijs aan kinderen op het kamp. Dus daar leren ze de Engelse taal. Voor als ze dus naar Europa gaan, dat ze zich in ieder geval verbaal kunnen uiten. Mm-hmm. Dus daar krijgen ze Engels les. Engelse en ook les. Nog andere dingen? Of rekenen, is dat vooral? Ze sporten, creatief. We bieden ze van alles eigenlijk. Mm-hmm. Happy Caravan heet dat. Hoe zit dat met die naam? Waar komt dat vandaan? Happy Caravan, dat is, die stichting is opgericht door Ala. Dat is een vluchteling uit Syrië die naar Nederland is gevlucht. Mm-hmm.
Zodra hij in Nederland kwam is hij, en de gelegenheid had, is hij teruggegaan naar Griekenland om daar iets op te zetten. Omdat dat hij zelf in de kampen zat, was daar eigenlijk niks. En de mensen zitten daar, hebben geen tijdsbesef meer. Ze willen iets om handen hebben, dus dat is hij gaan opzetten. En is daar met een laptop en een rugzakje heen gegaan. En is daar begonnen om les te geven aan de kindertjes op het kamp, op een kleedje op de grond. En hij zat daar in een caravannetje. En toen ik in de ochtends uit zijn caravan kwam, had een van de kindertjes na de Engelse les Happy Caravan op zijn caravan geschreven. Met één P. Want zo goed was het Engels nog niet natuurlijk. Ja. En zo is eigenlijk die naam ontstaan. Ja. En er is ook nog een stichting in Syrië waarbij jij betrokken bent. Child Houses. Ja. Dat is een beetje een zusterstichting van Happy Care. We hebben daar opgericht, onder andere. Hij is in Griekenland begonnen, maar zijn droom was om ook in Syrië, zijn thuisland, iets te doen voor de vluchtelingen daar. Daar zitten natuurlijk, weet ik hoeveel vluchtelingen ook in Syrië natuurlijk, die gevangen zitten. En daar is hij een, wat wij in de volksmond noemen, een weeshuis begonnen. Voor de meest kwetsbare kinderen die op straat leefden. Geen ouders meer hebben, of niet weten waar de ouders zijn, of... Ja. En daar zitten inmiddels 32 kinderen wonen in het huis. Wat kun je doen om het leven voor die kinderen weer een beetje happy te maken, maar zo te zeggen? Wat wij vooral doen is inderdaad, als je het hebt over Happy Caravan, dan bieden we de kinderen dus onderwijs. En dat is vooral heel belangrijk, zodat ze zich verbaal kunnen uiten. Mm-hmm. Dus over hun gevoel kunnen praten, wat heel lastig is. Dus als zij dan in Europa aankomen, dat ze in ieder geval... met de mensen om ze heen iets kunnen communiceren. Ja, begrijp het. Omdat wij verstaan geen Arabisch en andersom verstaan zij geen Nederlands. Ja. En de kinderen die wij dus onderwijzen in op Happy Caravan zijn nog nooit in hun leven naar school gegaan. Want deze maand is het discutabele jubileum van 10 jaar de oorlog in Syrië. Ja. 10 jaar geleden begon de revolutie. Ja. Dus de kinderen die wij daar tegenkomen, kennen alleen maar oorlog. Ze zijn nooit naar school geweest. Dus het is ook altijd een gekkenhuis, want ze staan altijd al te trappelen voor de deur. Ze willen zo graag naar school om iets te leren. Mm-hmm. Bijzonder, hè? Ja. Jij bent daar ook geweest, met name natuurlijk bij Happy Caravan in Griekenland. Wat zie jij dan? Wat doet dit met kinderen? Kun je ook iets waarnemen van de sporen die de oorlog bij hen heeft achtergelaten? Wat doet dat met een kind? Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik er was. Toen was ik er samen met Linda heen gegaan. Vriendin 43 jaar vriendinnen. Ja. En we waren daarna een beetje in de war. Eigenlijk wat wij zagen, dat matchte niet met wat jouw eerste gevoel is, wat je eerste indruk is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kindertjes die elkaar zo wat de hersens inslaan voor een potloodje die je op tafel legt. En dan denk ik, wat een vervelende kindertjes. Mm-hmm. Doe even niet. Ja, dan krijg je dat opvoedkundige gevoel van andere kindertjes die na één dag al je een briefje geven van I love you teacher en I love you more than my mama en je vasthouden. Mm-hmm. En dan denk je in eerste instantie, wat schattig, wat lief. Ja. Maar dan ben je thuis of dan denk je van het klopt helemaal niet. Ja. Die kindertjes die ik vervelend vond, die zijn niet vervelend. Die hebben voor alles moeten vechten om ook maar iets te hebben in hun leven. Die kennen alleen maar oorlog en geweld. Ja. Dus wie ben ik dan om te vervelend te vinden dat die een ander een klap geeft? Zij zien niet anders. Mm-hmm. Dus voor hun is dat normaal. Ja. En een kindje wat jou niet kent en zegt I love you en ik ben nu jouw kind tegen je zegt. En je denkt, wat schattig. Het is helemaal niet schattig. Dat kind is gewoon zo gehospitaliseerd, zo klampt zich zo aan mij vast en ik ga straks weer. Mm-hmm. Dat is niet een gewoon gedrag eigenlijk. Nee, dus wij zaten terug in de bus vanaf het kamp naar huis toe. En ik zei ook tegen Linda van het is net zo'n sneeuwbolletje. Hè? Je emoties helemaal flink door elkaar geschud in de dagen dat je daar bent. Ja. En dat warrelt dan langzaam in. En dan realiseer je van wat ik gezien heb, dat is eigenlijk, dat klopt helemaal niet. Of dat is heel treurig. Ja, omdat je beeldvorming klopt niet. Hè? Ja, en je schrikt ook van je eigen eerste reactie. Mm-hmm. Hè? Van, je hebt je oordeel al klaar. Eigenlijk klopt dat natuurlijk helemaal niet. Ja. Dus het was wel was een flinke... shock dat je daar vandaan komt. Begrijp. Ja.
Je zei net, pijnlijk jubileum, hè? 10 jaar revolutie en 10 jaar oorlog in Syrië. Weet je nog wat voor jou het moment was dat je zo daardoor geraakt werd, dat je net die stap extra zette dan ja, de rest van wij allemaal, die dat wel zagen, maar niet zo daardoor werden gepakt dat we ook in actie kwamen? Dat kan me nog goed herinneren. Dat was het moment dat het beeld van dat dode jongetje wat aangespoeld was in Turkije. Optionaal, hè? Met zijn gezicht in het zand. Precies, ja. Dat was voor mij echt een trigger, een keerpunt. Dat je denkt van, wow, wat is daar aan de hand? Je hoorde er ook niet zo heel veel van bij ons, hoe schandalig het was. Want dat was toen al jaren gaande natuurlijk. Mm-hmm. En dat was denk ik een wake-up call voor heel Europa. Wow. En dat was voor mij ook een moment dat ik dacht van, wow. Vooral ook de reacties, want er waren ook heel veel mensen die daar heel negatief op reageren in die periode. En ik had zoiets van, ja, wacht even. Je gaat echt niet voor je plezier je kind op zo'n boot zetten. En daar zit natuurlijk veel meer achter, dus ik wilde daar meer van weten. En ben me daar toen in gaan verdiepen. Mm-hmm. En wilde toen ook graag iets gaan doen, iets concreets doen. Ja, want waar begin je dan, hè? Toch? Dat was heel lastig. Dat heeft ook echt wel een tijdje geduurd. Om te zoeken waar je echt concreet iets kon doen. Maar uiteindelijk kwam ik dus via internet achter Happy Caravan. Dat was toen net, was hij net aan het opzetten. En ik zei van, ik wil vanuit mijn stichting iets doen. Wat kan ik doen? En, nou ja, kom maar. Dat ging, ja, mooi. Zo is dat eigenlijk gegaan. En begrijp het. Daarna ben ik er eigenlijk aan vast blijven zitten. Ja. Ja. Ik vind het heel mooi dat jullie heten, je hebt die mooie naam hier, Goed voor Elkaar. Maar ja, dat Goed voor Elkaar, dat beperkt zich dus niet tot Heemskerk. Hè? Maar dat is dat Goed voor Elkaar overal waar het maar echt nodig is. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, ik denk dat dit het moment is om de sprong te wagen naar de Bijbel. Voordat ik het zal voorlezen, ben ik wel benieuwd. Is dat vertrouwd terrein voor je? Ben je bekend in de kerk en met de Bijbel? Is dat een traditie die jou bekend is? In zekere zin wel. Ik ben vroeger gedoopt. Ik ben als babytje gedoopt. Ik ben katholiek opgevoed. Maar niet... Niet erbij betrokken gebleven, zo gezegd. Niet inhoudelijk. Nee, begrijp het. Nee. Bijbelverhalen? Bekend. Ik ben niet verder gekomen dan de kinderbijbel vroeger. Dat is altijd een goed begin. Ja, precies. Zeker. De Bijbel is van iedereen. Dus ik vind altijd, er is wel eens een soort hardnekkig misverstand dat je er van de kerk voor moet wezen om de Bijbel te lezen. Of dat je er gelovig voor moet wezen, dat je erin moet geloven. Of wat voor dingen je ook moet meebrengen voordat je er iets mee zou kunnen. Maar het is gewoon een verhaal van mensen voor mensen. Een verhaal vol menselijkheid, zeg ik dan nu even. Sorry als het een beetje domineesachtig is, maar dat gaat me aan het hart. Dat, dat iedereen het erover kan hebben. Nu is dit een tekst die dus uit het Nieuwe Testament komt en over Jezus gaat. Het is zo dat Jezus is een Jood. Dat wordt nog wel eens een klein beetje genegeerd, een beetje overgeslagen als het ware. Maar dat is dus zo. Als een goede Jood die zo in die traditie staat, in de traditie van het Oude Testament ook, zoals wij dan de Hebreeuwse Bijbel noemen, gaat hij naar Jeruzalem als er een belangrijk feest is. En dat is nu ook het geval in Johannes 5. En dan gaat hij naar de tempel. En dan is hij daar bijna en dan treft hij een ritueel aan. Een plek waar kennelijk een soort geneeskrachtig water is, waar mensen hopen genezen te worden. En dan gebeurt er dit. Ik zal het voorlezen. Goed? Toen was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, in het Hebreeuws bijgenaamd Bethesda, dat betekent huis van hulp, dat 5 zuilengangen heeft. Hier lag een menigte zieken, blinden, lammen, verschrompelden. En zij wachten een beweging van het water af, want een engel daalde volgens een bepaalde tijd neer in het bad en bracht het water in beweging. Degene die er dan het eerst inging, na de beweging van het water, werd gezond, welke kwaal hij ook had. Daar was nu een mens die 38 jaar ziek was. Jezus zag juist hem liggen
En omdat hij wist dat hij al lange tijd zo was, zei hij tegen hem, wil je gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om, wanneer het water in beweging wordt gebracht, mij in het bad te werpen. Terwijl ik eraan kom, daalt een ander al voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, pak je matras op en wandel. En direct werd die mens gezond. Hij pakte zijn matras op en wandelde. Het was Sabbat op die dag. Daarom zeiden de Joden tegen de genezene, het is Sabbat, het is je niet geoorloofd je matras op te pakken. Maar hij antwoordde hen, die mij gezond gemaakt heeft, zei het tegen me, pak je matras op en wandel. Ze vroegen hem, wie is de mens die jou zei, pak op en wandel? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was uit de menigte op die plaats weggegaan. Zomaar een tekst, zomaar een verhaal. Laten we zeggen 2000 jaar oud. Gaat dit al met de mens mee? Nu komt hij zomaar hier op tafel te liggen in 2021. Is er iets wat er voor jou nou, uitspringt of valt jouw oog ergens op wat je opvalt? Ja, wat mij opvalt is de man of de mens die 38 jaar ziek is, dat hij zich er al bij neergelegd heeft. Van, nou ja, ik kom toch niet aan de beurt. Dus ik doe niet eens moeite om überhaupt daar te komen. Mm-hmm. Ja, begint er niet eens aan. Mm-hmm. Ja. Ja. Dan komt daar Jezus aan en die ziet nou juist hem. En eerlijk gezegd was dat eigenlijk de reden dat ik vanuit jouw verhaal dit verhaal uitkoos of voorstelde aan jou. Omdat ik daar een overeenkomst zie. Daar is dus iemand die is helemaal aan de rand van het gebeuren. En die wordt dan juist gezien. En die wordt gevraagd. En hey, wat is eigenlijk jouw verhaal? En daar zag ik een link met het werk dat jij doet. En waarvoor je je inspant. Dat er dus mensen zijn die als het ware niet zo in het blikveld van ons allemaal zijn. En jij hebt dan juist een soort oog voor hen. Herken je daar iets van? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En is dat inderdaad ook een drive in jouw werk om juist mensen die misschien niet zo meetellen of een beetje achteraan staan, naar voren te halen? Ja, nou ja, dan zou ik het niet naar voren halen willen. Dan is het net of ik ze naar voren duw. Maar ja. Ik probeer zelf altijd de mensen in hunzelf, hun kwaliteiten in hunzelf te ontdekken. Of mm-hmm. zich zo te sterken of zelfvertrouwen te krijgen. Dat ze zelf die stap. Ik kan ze wel aan de hand. Ik zeg altijd van je moet geen hand geven van volg mij maar, want wie ben ik? Ja. Ik heb liever dat ik ze motiveer van kijk, je kan ook die kant of je kan die kant op gaan. Kijk maar. Dus, ja. Dat is meer, denk ik, wat mij inspireert om mensen te inspireren en motiveren om, om zelf die stap te zetten. Of heb je daar wel behoefte aan? Ja. Dat is, misschien willen we heel graag iemand helpen, maar heeft die andere helemaal geen behoefte aan? Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Nou ja, dus inderdaad, ik vind dus die in de tekst, hè, die vraag van Jezus wel spannend. Van wil je eigenlijk wel gezond worden of is er iets anders? Hè? Ja. En dan vind ik zelf ook een mooi moment dat dus die zieke niet zegt, ja natuurlijk wil ik gezond worden. Of inderdaad, geef mij maar een paar sterke benen of zo. Maar dat dan het antwoord is, ik heb dus niemand. Dus dat hij daarmee eigenlijk de ruimte voelt om zijn verhaal te vertellen. En dat is dan zoiets als, ja ik sta er alleen voor. Ik voel me eenzaam. Hè? Ik heb iemand nodig daarin. En ik las hem weer van, hij legt het bij een ander. Van ja, ik heb een ander nodig. Niemand wil mij helpen, maar zelf doet hij ook niks. Mm-hmm. Zo interpreteerde ik hem dan precies. Weer. Ja. Ja, want de vraag is inderdaad wat deze mens dan nodig heeft om zelf op eigen kracht te komen. Op eigen benen te kunnen staan. Ja. Ja, om dan zelf zijn nodige stappen te kunnen zetten. Ja, ja. Precies.
Misschien is het leuk om nog even naar het einde van het verhaal te gaan. Want het verhaal heeft als het ware nog een soort staart. En dat is dat er ineens een soort conflict blijkt te zijn. Dus die genezing die vindt plaats op de Sabbat. Nou is het in het Jodendom zo, op de Sabbat mag je bepaalde dingen niet. Hè? De heilige dag in het Jodendom. En daar zijn kennelijk mensen, de gezagsdragers om het zo te zeggen, die dat heel erg behoeden en bewaken. En zeg je wel, maar ho, wacht eens even, jij draagt nu je matras, wat krijgen we nu? En ik vraag me af of jij in jouw werk en in de dingen die jij doet, dit ergens kent, dat je er ook een beetje tegen in moet. Of dat er tegenkrachten zijn waar je een beetje, waar je stevig moet staan. Jazeker, ja. Voor goed voor elkaar geldt dat natuurlijk, dan op zakelijk gebied. Mm-hmm. En als we het hebben over het werk met vluchtelingen, natuurlijk loop je daar tegen onwil en onbegrip op. Mm-hmm, ja. Dat is een gevoelig onderwerp, zeker. En hoe ga jij daarmee om? Want jij zet je daarvoor in, maar je maakt dat ook zichtbaar. Je bent ook, je treedt soms ook even in de spotlight om even daarvan iets te laten zien, om daarmee ook verder te komen. Dus dat zal jou dan ook treffen? Jazeker, ja. Ja, en zeker op de sociale media, dan kan dat redelijk anoniem. En dan is dat vrij makkelijk om iemand om daar een mening op te uiten. Ja, dat zeg je nog heel vriendelijk. Ja, ja precies. Ik zocht naar woorden. Ja, naar aan toe. Ja, precies. Ja, heel kort in de bocht. Wat doet het met mij? Tuurlijk luister ik ook naar mensen die zeggen van, dat kun je beter niet. Daar luister ik dan, dat weeg ik dan af. Maar de echte hele negatieve berichten of opmerkingen of mensen die je niet meer willen kennen, bij wijze van spreken. Hmm. Ja, daar lig ik niet wakker van. En als ik dat zou doen, dan kan ik niet verder. Dan kom ik niet verder. Hmm. Dus dat. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer vooral voor degene die zo daarover denken. Want het is, ik denk, heel veel onwetendheid. Ik neem ook niet dingen zo klakloos over. Het is natuurlijk een heel lastige materie. Mm-hmm. En ik ben absoluut geen expert in wat er allemaal gaande is in zo'n land of met de vluchtelingen. En daar speelt zoveel meer dan dat wij op journaal zien of wat wij kunnen lezen. Of, dus ik luister veel ook naar verhalen. Maar ik ben daar wel heel voorzichtig ook in. Mm-hmm. Om een oordeel te vellen. Dat kan ik niet. Dat heeft een Syrisch vriend van mij ook wel eens tegen mij gezegd. Hoe goed jij je ook kan inleven en hoe goed jij ook je best doet om mij te helpen. Jij zal mij nooit echt kunnen begrijpen, hoe goed ik ook mijn best doe. Ja. Ik zal nooit weten hoe het is om te leven in een dictatuur. Mm-hmm. En daar ben ik tegelijkertijd ook heel dankbaar voor. Dat is natuurlijk hard om te horen, hè? Omdat je zo je best probeert te doen. Maar het is wel de realiteit. Mm-hmm. Ja, ik zou tegen jou willen zeggen, hou vol. Dus ook als het soms, hè, om met dit verhaal te spreken, soms ook tegen de stroom in is of tegen de tegenstemmen in. Blijf dat goede werk doen. Ik wens je er ook heel erg alle goeds mee. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor het gesprek, dat ik mocht zijn. Ja. Voor alles wat je wilde vertellen. En het ga je heel goed. Dankjewel.